zijn verschillende locaties gaan bekijken. Tenminste, nu zie ik ook wel een Bastien en Sas van harte welkom. In het bijzonder ook naast mij de oud-burgemeester van Zoetermeer, Lucy van Leeuwen, nog steeds actief en onder andere ook actief als beschermheer van de Bastien. En naast Lucy van Leeuwen, Hans Haring, wethouder van Zoetermeer, dit najaar benoemd en onder andere portefeuille cultuurbeleid. En sinds 10 jaar het adres voor expositieruimte en atelierruimte voor kunstenaars. Neem van mij aan dat het nooit of zelden saai is in of bij of onder Bastille. Er is altijd werk aan de winkel. Dat blijft ook na de eerste 10 jaar en dat moet ook. Want de gebruikers, de kunstenaars, zijn kritisch en prikkelend, eigenwijs en open. Ze maken mooie dingen, roepen emotie op en stemmen tot nadenken. En er wordt altijd wel iets uitgeroepen, uit noodzaak om te overleven, maar ook als vorm van gedrag om te kunnen creëren. En dat is voor een nieuwe stad als Zoetermeer van groot belang. Kortom, Bastille als een broedplaats. En daarom willen wij als SAS aan blijven bijdragen. Dus gemeente, blijf ons zien als een goede gesprekspartner, hoewel we pas 10 jaar oud zijn. Officieel het document aanbieden dat bij deze expositie hoort. Het is geen dik boek dat kan je makkelijk schrijven over 14, 15 kunstenaars in één gebouw, maar in ieder geval bekende informatie dragen. Een krant die qua formaat sowieso kan wedijveren met zowel Streekblad als de NRC op de Volkskrant. En die als inhoud vanuit mijn optiek als bestuurslid een uitdagend motief bevat. 10 jaar Bastille leidt tot de uitspraak dat Bastille tot het best bewaarde geheim van Zoetermeer behoort. En daar kunnen we met elkaar vanaf 27 maart 2011 veranderingen aanbrengen. Bastille als een nieuwe hotspot. Als een van mijn, maar hopelijk ook als een van uw favoriete plekken in Zoetermeer. Ik lijkt me zo'n bezorgen. Eerst aan Louis Jef, alvast hier. Dankjewel. En aan Hans. Ja, dankjewel. In de eerste plaats hartelijk dank voor deze mooie uitgave. U zult zeggen van Jef net in de hand gestopt gekregen en die weet nu al wat erin staat. En heeft hem een paar dagen van tevoren al bij ons bezorgd. Zoals u straks in dit blad zal zien, 10 jaar Bastille en er staat op een dubbele pagina, staat wat er allemaal in de afgelopen 10 jaar hier gebeurd is. Dat is heel indrukwekkend. En als u op de website kijkt, dan zult u zien een verhaal van ongeveer 3,5 pagina over de totstandkoming van de Bastille. En dat was op zich ook heel bijzonder. En eigenlijk was dat een soort samenwerking uit de nood geboren. De kunstenaars zaten op de Van Leeuwenhoekplaan in de oude barakken van Stadswerken.
moesten weg, want de stadswerken gingen daar weg en er moesten andere mooie dingen gebeuren. En toen was er dus een probleem en dat is heel keurig, met name door Robert Verhaaf, is dat opgelost. En die kwam op een zeker moment met dit gebouw. Hij was op de fiets gegaan door de stad en was toen hier op terecht gekomen. Ieder tijdvak heeft zijn eigen beginsel van beweging. Dus na die 10 jaar komen er weer andere artistieke producten en artistieke prestaties. En ik wens alle aanwezige artiesten, maar ook alle creatieve zoekleerders, wens ik een fantastische volgende periode, geconcentreerd rond de Bastille, met veel toegevoegde waarde voor de totale gemeenschap. En iemand die daar van een voet aan moet geven, dat is natuurlijk de wethouder die graag wordt. Pia Bastille. En ik ben blij dat u vandaag toch weer in deze grote getale de Bastille bestormd heeft. Want dat is de afgelopen jaren toch regelmatig gebeurd. En dat is zeker een felicitatie waard, om een heleboel redenen. Ten eerste eigenlijk omdat het al, ja, het gebouw en op deze manier alweer twee keer zo lang bestaat als wij oorspronkelijk 10 jaar terug in gedachten hadden. Maar intussen is hier in de HEMA-loods zijn toch begonnen met 15 kunstenaars aan de slag gegaan en hebben hier de werkplaats geopend. Als ik even een blik heb geworpen in de krant, dan zien we zoveel foto's met zoveel overzicht van wat er allemaal gebeurd is. En dat is het mooie van de tentoonstelling vandaag. Met een kleine blik mogen werpen alvast dat een overzicht van de afgelopen 10 jaar nog hier te zien is. Maar we hebben natuurlijk ook als daar hebben de vorige sprekers al op gekeken van hoe moeten we dit nu, hoe gaan we nu met dit complex om. We hebben uiteindelijk gekeken van ja, een permanent ateliercomplex is toch wel belangrijk. En uiteindelijk is dat ook gerealiseerd en in 2008 is het allemaal een vrijstelling op het bestemmingsplan en is uiteindelijk dit permanent beschikbaar voor kunstateliers. Voordat ik het open toch kijk naar de titel van de expositie. Wat blijft komt nooit terug. Wat blijft het heden? Komt, dat is de toekomst, het komt nooit terug, dat is het verleden. Die combinatie zit in de titel. Kunst moet over wezenlijke en serieuze dingen gaan. Daar mag ook met lichtheid en humor naar gekeken worden. Volgens mij is dat wat hier gebeurt, dat is wat we ook moeten vasthouden, dat is wat ook in zo'n manier nodig is dat we dat houden. Ik zie dat graag, ik zie dat ook in deze tentoonstelling terug, ik zie dat vaak in zo'n manier terug en ik heb dit al geworden, maar nog nieuwsgierig naar wat voor bijzondere, vrolijke, serieuze dingen in deze tentoonstelling zijn. En daarom wil ik bij deze de expositie van blijven en nooit terug open. Veel plezier. Dat kan niet.